En hallo mensen, welkom terug. En ik ben buiten thuis. En toen kwam ik een hele koeien tegen. Ik denk, die wil ik hebben. Ik wil jullie vlees en jullie leer. Spijt me, koe. Het spijt me. Het spijt me. En toen was mijn zwaard gebroken. Nou, maakt niet uit. Ik ren even gewoon naar huis. Huppa, naar huis toe. Nog maar 150 zo blokjes. Ah, 100 blokjes ongeveer nog. En dan moet ik thuis zijn. Ongeveer daar nog een beetje. Hey, pumpkins, die wil ik eerst meenemen. Of heb ik al pumpkins? Ik weet niet. Die kan weg. Pumpkins! Woe! Ik wil even pumpkins. Up. Gewoon omdat het kan, weet je. Die pumpkins moet je ook gewoon meenemen. Nog steeds dezelfde textpack. Ik heb nog steeds. Ik heb hem niet geüpload, dus ik weet niet wat jullie ervan vonden. Dus ja, dat heb ik nog niet kunnen veranderen. En ik denk zelfs als jullie het niet leuk vinden dat ik. Ja, ik weet niet. Ik hou hem denk ik wel gewoon. Kijk, het ziet er nu niet uit. Dit huisje sowieso niet. Maar ik kan nog een ander huisje bouwen natuurlijk. Want hier heb ik de vorige keer een beetje het uitgegraven en zo. En laat alles even renderen. Hup. Daarachter ook een beetje renderen. Kom op. Game up. Mooi. Ziet er een beetje beter uit. En ik wil dus. Oeh, die was faal. Die was heel erg faal. Ik wil eigenlijk daar gewoon springen. Hoeveel? Oké, ik wil wel wat inventory space. Ik wil even wat koppel erbij. Dat doe je gewoon heel makkelijk met dot minen natuurlijk. Ik wil dus een beetje een middeleeuws gebouwtje gaan maken. En ik denk zelfs dat ik op een gegeven moment gewoon een heel mooi groot kasteel wil hebben. Dat ga ik proberen. Ja, ik kan het natuurlijk ook klein bouwen. Maar ik denk, weet je, het is een hardcore let's play. Het is gewoon epic. Iedereen, althans iedereen. Veel mensen van mijn subs kijken dit. En ja, veel mensen vinden het ook echt leuk om te zien. Dus ik denk, laat ik gewoon even lekker uitpakken en echt gewoon een mooi groot gebouw gaan maken. Dus dat ga ik denk ik ook doen. Ik denk dat ik eerst gewoon een mooi onderkomen doe. Gewoon een klein huisje mooi. Hey, iron. Nice. En dat ik daarna zeg maar. Deze heb ik allemaal niet nodig. Dat ik daarna zeg maar die met de kasteel ga beginnen. Als ik wel verder ben zeg maar. Maar dat doe ik nu dus nog gewoon normaal. Normaal huisje. En daar ga ik nu mee beginnen. Denk ik dan maar zo. Ik denk dat ik daar eerst even ga. Oh, wat doe ik nou? Ik denk dat ik daar eerst even ga slapen. Als ik dat zo zie, die zon gaat onder. Dus. Slapen! Ik wil slapen. Ik wil ook even eerst eten. Ik vergeet de hele tijd dat het hardcore let's play is. Hè? Dat ik moet eten en zo. Want als ik dood ga, is alles gewoon weg. Dus ja, dat is een probleem dan. Hè? Kom op, het is toch al bijna nacht. Sommige mensen gaan ook als om 6 uur al naar bed hoor, als de zon nog niet onder is. Dus waarom kan ik dan niet op Minecraft? Hé, hey, de maan komt op. Hallo maan. Wow, vet epic maan. Ja, yeah, slapen. Oh ja, ik heb trouwens nog steeds Optifine, zoals jullie wel denken en weten. Heel op deurt. Ik doe even dit allemaal weg, zo. Oh, iron ore, ja, die mag weg. Dit mag allemaal weg. Die shovel wil ik terug hebben. Deze mogen zo weg. Hup. En dan neem ik de kobbel neem ik mee. Oh, ik heb nog maar één dia. Moet binnenkort ook nog eens een keer gaan caven. Hout. Zo. Hout. En cobblestone. En dan ga ik proberen om een mooi huisje ding geval te maken. Ja, laten we beginnen. ik heb geen design of iets in mijn hoofd. Ik moet even denken, nog even iets bedenken. Hey, dit klopt hier niet. Oké, bucket of water, zo. Zo, nu klopt het wel, mooi. Even iets bedenken. Ik ga. Cobblestone, denk ik.
Ik weet echt niet, hè. Ik probeer maar iets. Het zou misschien heel lelijk kunnen worden. Het zou misschien ook meteen heel mooi kunnen worden. Ik weet echt niet. Hé, een koe. Kom je gezellig in mijn huis staan, jongen? Hé? Kom je gezellig in mijn huis staan? Ga je eventjes aan de kant dan. Kun je eerst even het huis bouwen? Nee, te smal, te smal. Ik maak even standaard design huisje, no? Want ja, dit is zeg maar een huisje dat hij gewoon een beetje mooier uitziet dan die. Zodat ik even gewoon een huisje heb. En daarna kan ik dan ja, aan de kasteel beginnen, zeg maar. Ik even kijken welk dat het mooiste is. Qua hout. Deze of deze. Wauw, die ziet er wel echt epic uit. Die moet ik onthouden. Die gebruik ga ik straks een keer gebruiken. Ziet er wel vet uit. Ik denk dat ik deze gebruik. Ik weet echt niet hoe dit eruit komt te zien, hè, maar ja, niet geschoten is altijd mis. Dus en bouwen, dat is eigenlijk gewoon proberen, proberen, proberen. En vandaar. En normaal heb ik wel iets van een design in mijn hoofd of zo, maar ik weet nu echt helemaal niks. Dus oh, natuurlijk moet ik wel even de ramen gaan uitstippelen. Doe maar 2x2 dan. Zoiets. Hier ook 2. Aan de andere kant ook 2, zodat het zeg maar synchroon is. En dan in het midden. Ah, daar kunnen we ook mooi 2. Oh, komt precies uit. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Hout even oppakken. Zo ja. En dan even nog eentje hoger. Nou, ik weet echt niet hoe dit eruit komt te zien. Damn it, ik sprong niet ver genoeg. Damn it, ik wou dat die hebben. Ja, oh, hier moet ik natuurlijk ook een raampje hebben, hè? 2x2 kan. Ja, 2 en hier 2. Komt precies uit. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja, ik vind het niet echt heel lelijk. Het zou best mooi kunnen, maar straks als ik die kasteel ga bouwen, dan ja, ik ga een kasteel bouwen. Ik weet niet zeker. Ik ga gewoon zelf een kasteel verzinnen. Maar dat duurt nog wel even voordat ik die ga bouwen. Dus heb nog even geduld, dames en heren. Kobbel. Weet je wat? Ik zit te denken. Ik ga gewoon iets proberen. Ik ga het gewoon proberen. Maakt niet uit als het er niet uitziet. Daar leer je ook weer van. Dan weet je ook weer. Nee, deze stijl kan ik niet. Nee, het is niet zoiets hier iets van niet kunnen. Het is eigenlijk meer zoiets van je moet. Oh, er zijn pompoenen. Daar hoef ik mijn dak niet van te maken. Dat ziet er niet uit. Tommy, kom op man. Ik doe gewoon 2 keer hetzelfde fout. Ja, nu heb ik wel de goede blok. Sorry, jongen. Ik doe gewoon 2 keer hetzelfde, hè? En dan gewoon 2 keer fout. Sorry, jongen. Is niet echt zo heel slim, hè? Nee, is niet slim. Je zou nu zeg ik zeker allemaal op stoel helemaal dubbel liggen. Van, ah, die Tommy, wat een grapjas. Weet ik veel. Even alles oppakken. Daar lagen ook nog pompoenen die ik wil hebben. Ik weet niet. Wat vinden jullie ervan? Hoe het er nu tot nu toe uitziet? Ik bedoel. Ik weet niet. Ik weet echt niet. Het is een beetje even een nieuwe stijl proberen. En ja, dat is gewoon even uitvogelen. Kijk, en het is makkelijker als je zeg maar bij iemand aansluit en stijl, die heeft al een stijl. En je ziet al een beetje van, oh, die bouwt zo. Dan kan je dat gewoon een klein beetje kopiëren. En dan is het altijd, dan ziet het er altijd goed uit. Maar dit moet ik in één keer uit mijn hoofd doen. En ik denk even een dakje zo. Weet je, net zoals bij mijn gewone Let's play hoe die village dak is. Dat denk ik dat ik het even doe.
Kom op. Deze is trouwens de laatste episode die ik vandaag record voor mijn hardcore let's play, want ik wil ook nog andere dingen gaan recorden. Ja, ja. Ik vind het niet echt heel verkeerd eruit zien, nou, eerlijk gezegd. Oh. Deze wil ik trouwens weg, want anders ga ik mijn eigen eraan ergen. Kom, ga nou op. Goed zo. Zo en dan. Oh, ik kan vanaf hier zeker niet bij de crafting bench. Oeh, fall damage. Jullie horen me nu enorm hard klikken, dat weet ik. Maar ik wil even wat slaps hebben. Zo. Bloep. Mooi, daar zijn er wel genoeg, denk ik. Neem ik aan. Ja. Ja, ik denk dat dit er mooi uit gaat zien. Ik hoop het eerlijk gezegd. Ik vind de cobblestone hierop vind ik wel echt een mooie cobblestone texture hebben. Dus ik wou sowieso met cobblestone gaan werken. Als ik deze nu weghaal, dan gaat alles weg. Oh nee, toch niet. Nice. Oh nee, tuurlijk. En met alles weg bedoel ik namelijk allebei de blokjes, hè. Want als je twee half slabs op elkaar zit, wordt het één blok. En ik dacht, als ik die weghaal, dan gaan ze allebei weg. Maar dat is niet. Dus dat was mooi. Ik heb denk ik nog steeds niet genoeg. Oh jawel, ik heb wel genoeg. Jawel, ik heb genoeg. Ja, tuurlijk. Ik heb nog 21. Ik heb meer dan zat. Zo. En dan trap je even weg, want die heb ik nog niet meer nodig. Dit is even een gauw mooi huisje. Dat is gauw een mooi. Dus gewoon eventjes een huisje maken, omdat dat huis in geval weg wil hebben. Nou, ik vind hem niet echt zo heel lelijk geworden, eerlijk gezegd. Nee, ik vind hem niet echt heel lelijk. Ik ga even wat ovens baken. Vier, drie zijn er genoeg, denk ik. Die moet ik ergens neer zien te zetten. Hier, oh. Zo. En een crafting bench even meenemen. Zo. Dan kan ik straks toch het glas gaan doen en zo. En nou, voor nu is het goed. Ik ben een beetje begonnen met het huisje. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze episode. Geef een video een groen duimpje als je hem leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal als je veel, veel meer wilt zien. Dit is het huisje wat ik nu even gauw heb. Ik wil straks daar ergens of zo, of daarachter misschien, een kasteel gaan bouwen. Maar dat gaat nog wel even duren. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Geef een video een groen duimpje als je hem leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal als je dan nog niet bent. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer. Check jullie later. Hey, hallo mensen, ik ben er weer en ik heb een klein beetje terug gedaan. En Stijn was nog niet klaar met de server, want Stijn en ik gaan samen iets doen. Dat zien jullie vanzelf wel wat. En Stijn was nog niet klaar met de server. Ik denk, ja, weet je wat, even offscreen werk. Alleen ik dacht van, nee, dat wil ik niet doen. Ik wil het gewoon met jullie bij doen. Dus vandaar dat ik er nu in één keer weer record. Dus ik heb nu 3 episodes vandaag, ga ik maken vandaag. Ik ben al een beetje op en neer aan het lopen de hele tijd. Kan ik dit zo meenemen? Ja, ik kan dit zo meenemen. Die toortjes ook. Ja, die toortjes ook. Mooi. Ik ga deze even afbreken. Ga ik alles daarin plaatsen. Ga ik wat deuren maken natuurlijk. Ramen maken. Toortjes plaatsen, zodat het licht is in mijn huis. Ik heb een hele hoop deurt. Dat komt door die ene speedbuild of speed weghaal ding geval was het eigenlijk. Ja, fast forward, laten we het daar maar opbouwen. Dat ik het hier een beetje vlak maakte. Daar heb ik echt nog heel veel dirt van overgehouden. Dus dat is wel mooi. Even het huisje weghalen nog, want ja. Stijn was nog niet klaar. Dus ja, ik denk, weet je wat. Gewoon even een episode erachterna. Dan heb ik er 3 weer liggen, dat is ook heel mooi.
Oké, ik heb nu niet genoeg inventory, dus... Oh, nu nog niet, want die deuren die zijn... Niet stackbaar. Stackable. Dat moeten ze eigenlijk wel doen, hè. Deuren, dat deuren kunnen stacken. De deur gewoon... Ja, dat lijkt me op zich wel chill. Ja, net zoals dat bucket ook al hebben gedaan. Buckets kunnen nu ook voor het stacken. Dat is al best lang, hoor. Maar dat was eerst ook niet. Dat vond ik ook heel fijn. Neem ik meteen mijn bed mee? Ja. Oh nee, nu heb ik geen spawn meer. Maakt niet uit. Het is toch hardcore, dus als je doodgaat, spawn je toch niet terug. Dus. Dan zet ik even dadelijk een chest hier weg. Hoeveel hout heb ik? Dan kan ik dubbele chest maken. 1, 2. Oh. Zoep. En dan zet ik hier even weer een chest weg. Ik wil hier een beetje een mooie ingang maken. Of een mooie muur. Met crafting bench en dingen en zo. Ik heb maar één crafting bench nodig. En misschien meerdere furnaces. Dus vandaar dat ik meer furnaces heb. En dan heb ik hier zeg maar nog... ja, het glas wil ik wel gaan doen hoor. Daar, omdat het dan van buiten een beetje mooier uitziet. Heb ik hier nog een... Chest. En dan wil ik hier misschien nog een rij furnace. Dat weet ik nog niet. Nou, dump even alles hier. Ik ga proberen om een beetje blokken bij blokken te doen. Net zoals dus David. Dat zag er allemaal wel handig uit. Dus vandaar dat ik dat ook ga proberen. Dat gaat bij mij niet echt lang duren. Want dan ligt alles weer overal. Dat kennen jullie wel van mij. Misschien dat ik hier ook eens een gigantische opslag ga maken. Net zoals op mijn gewone let's play, zeg maar. Ik ben nu 3 minuten bezig of zo. En Stijn die zegt in één keer iets op Skype. Sorry Stijn, ik moet eventjes verder. Ik weet dat Stijn het is, want Stijn en ik hebben een gesprek op Skype. Dus het zou raar zijn als het in één keer iemand anders zou zijn. String heb ik eigenlijk niet nodig. Dat deugt eigenlijk ook niet. Die chest wel, dus ik wil de chest meenemen. Mooi, deze kan ik ook meenemen. Wat heb ik nog meer eigenlijk niet nodig? Roos heb ik eigenlijk niet nodig. Deze wil ik ook meenemen. Ik weer... Oh, er zit nog iron in. Sticks heb ik niet nodig, die kan ik wel oppakken ergens. Zo. Sticks kan je niet oppakken, die kan ik wel craften, want ik heb hout zat. Ik vind het huisje best wel mooi eigenlijk, hoor. Ik vind het niet echt zo'n heel lelijk ding. Niet echt zo'n heel lelijk ding. We hebben het nog best wel goed gedaan, jongeman. Dit is heel makkelijk nu. Je kan voor het shift klikken op chests. En dan kan je gewoon van alles erop plaatsen. Ik wil even wat meer chests hebben. Oh nee, natuurlijk hier niet. Ja, ik ga het proberen om gewoon een beetje te orderen. Dankjewel, dus David Games. Door jou heb ik zeg maar gezien dat je alle blokken bij elkaar deed en zo. Dat doe ik nu ook op het begin. Dat is misschien wel handig. 4. Heb ik er 4 nodig? Maakt niet uit. Ik heb nog 2 nodig. Zo. Ik ga daar heel even op Stijn antwoorden dat ik nog even bezig ben. Even wachten nog. Ben nog heel even bezig. Roep je dadelijk wel. Dubbelpunt D. Yep. Ja. Dus dan... Even nog wat furnissen erbij maken. Dan ziet de muur er ook erg gewoon goed uit. Oké, volgens mij heeft hij terug geantwoord oké of zo. Want ik zie weer dat ik iets in Skype heb. Hier wil ik dan een beetje alle blokken gaan doen. Daar heb ik dan wel veel van. Dit moet bij ores. Wat is dit? Wol? Ja, is goed. Dan wil ik deze wel weer weg, want dat is goud. Die ga ik boven doen. De ores kan ik allemaal boven doen. Redstone. Oh, coal ook. Hier heb ik zeg maar... De rest van de troep ga ik hierin doen. Zoals dit. Die. En die heb ik ook niet meer nodig. Even. Die heb ik niet nodig. Die heb ik ook niet nodig. Zo wil ik het een beetje gaan orderen eigenlijk.
Hier is wat eten. Wat ik nu niet nodig heb. Zo. Kijk, het ziet er nu best wel geordend uit op zich. Kijk maar, het ziet er wel goed uit. Even een nieuwe zwaard maken. Want ja, die heb je toch wel nodig eigenlijk. Een nieuwe zwaard. Mooi. Ik had hier nog 3 kool liggen. Of 31 zelfs nog. Ik dacht dat ik maar 3 had. Oh. Makkelijk. Even wat licht plaatsen. Zo. Dan wil ik nog wat kool. Daar heb ik al bij. Wil ik deze. Dan ga ik die gewoon even zo koken. Dan ga ik buiten even wat toortjes plaatsen. Hier nog eentje, daar. Kijk, het ziet er niet echt zo heel mooi uit vanaf buiten, maar het, ik wil zeg maar niet dat het in één keer een muur is, want dat vind ik denk ook niet echt zo mooi uitzien. Ja, we zien het vanzelf wel of het er wel of niet goed uitziet. En als het er niet mooi uitziet, dan kan ik het altijd nog veranderen. Hè? Dus ja. Zoals jullie zien wil ik binnenkort denk ik ook wel een keer gaan caven. Want ja, dit is natuurlijk helemaal niks, hè. 1 diamond en maar een paar iron. Nee, dat vind ik niet echt. Dat kan niet door de beugel, dames en heren. Ik heb ook maar een paar redstone. Ja, redstone, daar doe ik dan toch niet echt zo heel veel mee. Lapis, ja, daar heb ik ook niet echt zo heel veel aan. Maar toch. Zo. Ja. Ik kan een beetje zo gaan orderen zo. En dan dia's in het midden zo naar beneden. En dan hier misschien nog kool of zo, weet ik veel. Zo, glass planes maken. Ik vind deze texture pack trouwens echt wel mooi hoor. Ik kan er niks aan doen, maar ik vind het echt leuk. Ik vind het mooi. Zo. Ik weet totaal niet hoe lang dat ik bezig ben, maar ik ga daar toch weer afsluiten. De maan komt weer omhoog. Ik heb nog 2 glass planes nodig, kom op. Dat is flauw. Oh, ik moet de grond ook nog een keer gaan doen, hè. Wat zou ik als vloer doen? Zou ik cobblestone doen of smoothstone? Hoe ziet smoothstone eruit? Dat weet ik hier niet. Ik wil de helft van die. Dankjewel voor de helft van de kool. Zo, hier kan ik weer glass planes van maken. Dus dan kan jij stoppen. Kool, haal eruit. De rest kan ik wel even verder koken. Als vind ik het koolverspilling. En ik hoor een zombie, dat is minder. Ik weet alleen niet waar die is. Zo. En nu heeft ieder raam glas. Ja, ja, mooi. Ik ga toch heel even nog even hier slapen, denk ik. Nou, de monster nearby, waar? Oh mijn god, ze zit zich onder me. Huh? Nee, ze zit onder me. Uh-oh, ze zit onder me. Let maar op. Zit ze hier onder me? Ik denk dat ze hier onder me zitten. Ik zie niks. Ja, ze zitten duidelijk onder me. Maar goed. Dat maakt niet uit. Ik wil het even terug opvullen. Want ja. Maakt ook niet uit. Stomme monsters. Door jullie kan ik nou niet slapen. Maar ik wil niet dood. Door... een of andere monster die in één keer in mijn nek staat eigenlijk zo van... Hey, dit als vloer. Is dat mooi. Ik zeg doen. Dus dan zeg ik... Heb ik niet meer kobbel? Ik heb niet meer kobbel, nee. Nou, kook jij dan nog maar even verder. Dan ga ik hier al een beetje... weghalen. Doe ik eerst hieronder even opvullen. Zodat er al, zeg maar,
mooi is, dan hoef ik daar niet meer straks niet meer terug. Zo. Hieronder zo. Ja, ik denk wel dat dat mooi is. Ik denk wel dat dat een beetje matcht. Ja, is leuk. Mooi. Ik ga hier trouwens nog een torch neerzetten, want anders wordt het daar zo donker. Zet ik hier ook nog eentje neer. En waarom niet? Hier ook nog. Ja, ik denk dat ik hier weer ga stoppen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Geef je een groen duimpje als je hem leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal. En dan wil ik nog even gauw van buiten niet bekijken hoe het eruit ziet. De creepers. Wauw. Ja. Twee creepers voor mijn huis. Hoe gaat dit aflopen? Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.